Ik ga een stadsgezicht van Schoonhoven schilderen. Op de haven, op een hele heldere dag. Strak blauwe lucht, lange schaduwen op de warme kaderwand op de voorgrond. En daarvoor maak ik eerst een ondergrond. Ik heb al een beetje een gelige ondergrond geschilderd op aquarelpapier. En daarin heb ik grofweg al een beetje getekend hoe het stadsgezicht eruit komt te zien. En nu ga ik de lucht schilderen over dat warme geel en de kademuur. Dat doe ik allemaal vrij nat, want dat heeft vrij zachte contrasten. En daaroverheen wil ik, zodra die lagen droog zijn, het stadsgezicht gaan tekenen als het ware. Kijk, en nou begin ik heel nat met die lucht. En dat doe ik heel nat omdat die lucht zo dicht bij de horizon en bij de contouren van die huizen nog een beetje warm is. Dus dat warme oker van het papier, dat moet daar nog een beetje doorheen te zien zijn. En hier aan de bovenkant, daar wordt de lucht echt donkerder blauw. Dus daar gebruik ik minder water. Er zit al een hoop water op het papier van die eerste laag. En dat donkere blauw, nou, dat kan daar mooi in doormengen. Die kadermuur, die mag wat donkerder dan de lucht. En daarvoor gebruik ik weer oker. Oh, de lucht die loopt naar beneden, dat water. Dus ik wil even de plank anders neerleggen. En dan kan de lucht beter drogen. Die kadermuur die maak ik met bruin oker en een klein beetje paars om dat oker een beetje te breken. Dan krijg je dus een beetje een schifting zo in de kleur tijdens het drogen. En dan ga ik dadelijk in die natte laag ga ik die druipers die je bovenaan in de kade ziet, die ga ik daarin zetten. En dat doe ik ook meteen dadelijk in een spiegelbeeld in het water. Want daar is de verf ook nog nat. Dus daar wordt het vrij zacht in opgelost. En dan kan ik meteen de reflectie, de kleine golfjes in het water, horizontaal erin schilderen. Horizontaal is heel belangrijk. Ik wil me niet laten afleiden door allemaal die schuine lijnen van dat bruggetje. Water blijft natuurlijk altijd plat. Dus dat moet allemaal horizontaal blijven, die reflectie. En ook hier is de laag nog nat, dus die donkere schaduw die wordt vrij zacht opgenomen door die eerste laag. Het is allemaal nat en nat. Die slagschaduwen die zijn ook heel soft. Dus dat doen we ook nog in een natte verf. Nou, en als dit droog is, dan kan ik daar overheen scherper, tekenachtiger, dat stadsgezicht schilderen. En dan begin ik met de warme dakpannen, de warme bakstenen. En als het droog is, doe ik daaronder en ook eroverheen het paars van de donkere kant. De kant die niet naar de zon gericht is. En ik teken de venstertjes er alvast in. En zodra dat droog is straks, gaat daar nog een hele transparante natte schaduwlaag overheen. En zo gaat die lichte wand echt licht geven. Kijk, hier gebeurt het. Je kunt er gewoon overheen, want het is al droog, die eerste laag. En datzelfde doe ik in de kademuur. En zo gaat het licht geven.